Hoi, welkom bij nieuwe Ups & Down. Ik was aan het editen en toen bleek dat ik een hele hoop stukjes van de vrijdag heb weggegooid. Want ik moest filmpjes weggooien. En ja, daar zat dus ook van de vrijdag bij. Ach ja. Jullie hebben niet veel gemist hoor, want Jordi was gewoon verkouden. Ik was chagrijnig, Liam die is verkouden. Dus ja, jullie hebben niet heel veel gemist. Maar goed, veel plezier met kijken van de rest van de vlog. En de zaterdag en de zondag staan er wel gewoon helemaal op. Niels die is thuisgekomen, zijn werk. We hebben gauw gegeten, Sam gedaan. Niels die is nu... die is even weg. Die is naar de avond waken of kijken, hoe je het ook wil noemen, naar zijn tante. Ja, afscheid nemen. Dus die is daarheen. En dat betekent dus dat ik even de kinderen alleen heb. 'S avonds. En... maar, ik heb het gered. Tanden gepoetst. Sammetjes tot nu toe rustig. Schone pyjama's aan. Schone luiers. Alles gedaan. En dan ga jij lekker een flesje drinken. Wel wat later dan normaal. Want normaal doen we het met z'n tweeën. Zijn we sneller klaar. Maar ja. Dan is dat maar een keer zo. Een hele goede morgen. Vannacht. Ja, gisteravond eigenlijk. Hebben we behoorlijk wat geschreeuw gehad. Liam die is wakker er zelfs van geworden. Sam die had zoveel buikkrampen. Dat hij zo hard aan het schreeuwen was. Oh, echt. Dat is echt zielig. En daar werd Liam dus wakker van. Dus die heeft ook slecht geslapen. Maar die was wel weer vanochtend op tijd op. Want die zit nou... lekker te spelen. En... vanochtend was Sam ook alweer vroeg wakker, maar hè, dat kan, dat is niet erg. Dus we hebben weinig geslapen. Niels die is heel eventjes iets aan het regelen voor de verbouwing voor volgende week. En Jordi slaapt nog. En dan ga ik dadelijk, ja, tegen 8:30, ga ik die wakker maken. En dan... heeft hij ook een flesje. Dus ja. Maar Sam slaapt nu gelukkig. Want ik had net ook nog heel veel geschreeuw. Dus ja. Nou, ik heb Jordi inmiddels wakker gemaakt en zijn neus gedaan, maar ik kwam er niet zo goed bij in mijn uppie. Hij zit nog steeds onder de snot. En hij gaat er straks pas af als hij de douche in gaat, want dat werkt zo niet. Of als ik straks echt zijn gezicht tussendoor nog een keer poets. Maar we gaan ook nergens heen, dus nou, lekker even zijn flesje laten drinken. En dan ga ik hem eventjes aankleden. Want hij heeft een beetje doorgelekt. Maar omdat ik zijn neus heb gedaan, heeft hij gewoon die fles daarna nodig. Want anders dan wordt hij niet rustig. En dan is het nu tijd voor fruitje. Ik heb appel en peer. En ook voor Liam heb ik ook appel en peer. En ik verwacht dat de daakje hier één geheel is, want Sam is ook wakker aan het worden. Ik zit nu samen met kindje even een boterhammetje te eten. En Jordi wil continu Liam zijn hand ineens vasthouden uit niets. Ik ga het even filmen en kijken wat er gebeurt.
Jordi ligt in bed. Die is nog wakker. Liam slaapt. En hier heb ik een schreeuw de hele tijd gehad. Ondertussen dat ik Liam en Jordi naar bed aan het brengen was. Ik heb hem nu weer rustig. Maar ik mag hem niet alleen laten. In de draagzak heeft ook geen nut. Dat heb ik ook al gehad. Heeft 3 kwartier alleen maar liggen. Schreeuwen, schreeuwen, schreeuwen. Fles heeft hij allemaal gewoon gehad. Hij heeft gewoon goed gedronken. Alles gewoon goed gehad. Maar hij wil gewoon dit. Hij wil gewoon dit. En hij is hartstikke moe. Maar hij vecht er tegen. Hij heeft schone broek. Hij heeft zijn fles gehad. Ik heb alles gecontroleerd. Alles, 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 alles gedaan. En ik ben super moe. En ik had eigenlijk mijn huishouden hier willen doen. Maar dat lukt niet. Want ik mag niet weg. Ik heb hem in de draagzak gehad. 3 kwartier alleen maar liggen jengelen. Dus ja. Dat kleine varkentje slaapt nu. Deze varken heeft nog niet geslapen. Dat is niet erg hoor, want ik heb geen last van het kind. Hij is weer verliefd op zijn rups. En zijn... brandweerwagentje van Toetoet Auto's. Jij bent wakker. Ik heb hem net wakker moeten maken. Het was 4:15. Meneer Snotneus had allemaal snot hier zitten. En ik krijg het niet afgedaan omdat het zo hard erop zit. Dus hij gaat straks lekker even pad in. Kan hij even afweken? Ja. Niels is nog steeds bezig. Er zijn ook de kozijnen en zo. Dat doet hij allemaal aan meehelpen en zo. Dus zijn ze mee bezig. Dus, maar die komt dadelijk, komt die keer naar huis. En voor nu is Liam lekker wakker, hè? Lekker knuffelen. Sam die slaapt eindelijk. Oh, echt. Die heeft zoveel geschreeuwd. Maar die slaapt dus eindelijk. Die heeft de fles alles gehad. Dus die is nu lekker rustig. Jordi zit zijn filmpje te kijken. En ondertussen speelgoedje spelen. En deze grote vent zit lekker bij mama. Even wakker te worden, hè. Heeft net ook al een flesje gehad. Ik geniet zo van hem, hè. Ik geniet ook van de rest van mijn kinderen, maar ik geniet heel erg van Liam. Hij heeft zo'n leuke leeftijd. Ja, hè. Niels was straks thuis gekomen. We hebben gegeten. Nu lig ik op de bank te slapen. Maar ik heb ook op de bank geslapen hoor. Hij heeft voor Sam gezorgd en voor de kindjes verder gezorgd hoor. Maar ik was zo moe. Dus hij heeft het overgenomen van me. Oh, nou is hij zelf ook moe. En Sam heeft weer een huilavondje, hè. Ja. Kindje liggen verder wel op te slapen. Alleen Sammy nog niet, hè. Nee. Jij bent nog wakker. Ja, en dan was je aan het huilen, hè. Ja. En Joefie, die is ook eventjes bezorgd. Ja, is een kindje aan het huilen, hè. Ja. Dus ja, ik was op de bank in slaap gevallen na het eten, want ik was zo moe. Joef, klaar nou. Nee, Joef, me niet. Ze doet altijd met haar pootjes. Ze is altijd zo hard krabben. Ja, hè? Ja. Mijn knap, het auto je scheetje laten. Ja, maar dat kan. We hebben hier toch één groot scheidgezin, hè? Ja.
allemaal scheetjes laten en poepen. Ja. Dat doen we allemaal hier, hè? Ja. En vindt? Ja. Ik doe altijd lullen tegen hem. Waarover? Ja, dat mag Joost weten. Maar ik doe altijd lullen tegen hem. Over niks. Ga ik ook even mee verder. Een hele goede morgen. De kindjes krijgen nu lekker fruitje. Dit is uit de vriezer. Mango en bosvruchten of bosbessen. En Jordi vindt het heel lekker, maar Liam die heeft nog zijn twijfels, hè Niels? Misschien als het warmer zou maken. Ja. Niels die is naar Rotterdam toe. Wij gaan hier verbouwen en we hebben verwarming nodig. En Niels die is daar nu ophalen een verwarming. Een design radiator. In ieder geval, we vonden die allebei mooi. Liam ligt al op bed. En Jordi krijgt nu de fles. En daarna, als ik Jordi naar bed heb, kan ik ze hem de fles geven. Dus ja, dat dus. Het gaat gewoon door hier zoals altijd. Ritme, ritme, ritme. Hé jongen. Koudheid gaat al een stukje beter. Het loopt er gewoon nou heel mooi uit. Dus wat dat betreft, ik heb net zijn neus alleen maar met een doekje gedaan en silo gespoten. En vanavond doen we zijn neus dan nog een keer goed uitspuiten. En dan morgenochtend. En waarschijnlijk kan hij morgenochtend gewoon weer naar schooltje toe. Dus dat is mooi. Hè? Hij denkt bij zijn eigen loom aan eind raak, mama. Het zal mij wel aan mijn reet roesten. Ik heb toch jouw hand vast. Trouwens, Niels is weer weg. En ik heb weer geluk. Liam zat weer van boven tot onder helemaal onder de scheid. Sam die zat weer helemaal van boven tot onder de scheid. Maar wel binnen de luier. En ik heb hem nog geen zin gehad om hem om te kleden. Hij wordt toch niet vies. Hij moet zijn flesje. Ja, ja, jij krijgt je flesje. Kijk dan. Dat is jouw fles. Jordi die is vanochtend gedoucht. Door Niels. Liam was gisteravond al in bad geweest. Jij moet morgen in bad. Ik durf ze niet allemaal te veel in bad te doen. Omdat ze allemaal een beetje een eczeemachtige huid hebben. En vrij droge huid ook. Dus ik kan wel heel veel smeren, smeren, smeren. En dat doe ik ook. Maar het is niet altijd even goed voor de huid. Aangezien ik zelf heel eczeemgevoelig ben. En niet tegen alles kan. Dus ja, vandaar dat ik daar ook voorzichtig mee ben met mijn kinderen. Maar goed, over het scheiden gesproken. Nou, Liam zat dus helemaal onder, Sam had heel goed gepoept. En een vriendin van mij, Sabine, daar heb ik al jaren, is dat al zo sinds die Baby Shark uit is, dat we elkaar elke keer taggen als we iets zien van Baby Shark of naar elkaar sturen. En vrienden van ons die doen daaraan mee. Dus nou had ik al een hele tijd, hadden we dat niet meer gedaan. Omdat ja, we kwamen niks tegen. Of we kwamen wel iets tegen en we hadden er gewoon geen zin in. En nee, die had ons weer getagd. Dus nou zit dat liedje weer de hele tijd in mijn kop. Dus ik was net Sam aan het verschonen. En ik zat niet Baby Shark te zingen. Nee, ik zat Sammy. Scheet, 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 Liam, poep, 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 Liam, poep, 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 poep. Zo zat ik de hele tijd. Oh, echt. Nou heb ik dat weer in mijn kop zitten. Bedankt, Bianca. Wie is er weer thuis? Ik, hè. Hij staat nou daar. Ik laat hem nog niet zien, want hij is ingepakt, dus je ziet helemaal niks. Nee, je ziet een witte doos. Ja, dus dat zie je. Morgen of overmorgen of die dag daarna of zo, laat ik hem wel zien. Ja? Zo in de muurland. Ja. En de kindjes hebben geslapen. Tenminste, Jordi is of wakker of hij is wakker aan het worden.
Liam is al wel weer aan het spelen. Sammetje is wakker aan het worden en we hebben het even gestofzuigd en geduild. Dus de boel is weer aan kant. En ja, kun je gaan kijken wat we vanmiddag nog doen, hè? Met kindjes spelen, denk ik. Ik denk andere dingen. Ja. We moeten erover discussiëren. Oh, jij wil knutselen. Ja. Maar ik moet ook nog naar de winkel, dus. Dus moeten we even... Discussiëren. Gaan we dat even doen. Jordi is inmiddels ook wakker. Hé, jongen. En ik heb Niels, Liam en Sam even op pad gestuurd met Niels naar de winkel. Want ik moest nog aardappelen hebben. En die had ik nog wel, maar die waren niet meer goed. Dus ja, ik zeg tegen Niels, ik moet naar de winkel. Toen zegt hij, zal ik dat dan maar doen? Want dan neem ik de kindjes mee. Dus ja, welke wil je meenemen dan? Ik zeg, ik kan kiezen. Ze zei hij van, nou Jordi gaat morgen al weg. Dus laat Jordi maar lekker thuis. Dan nemen we Liam en Sam mee. Ik zei, ja, is goed. Dus ik heb Sam gelijk even omgekleed. Liam even omgekleed. En ze zijn nou onderweg naar de winkel. En Jordi mag even een filmpje kijken. Hij heeft net ook lekker gedronken. Dus die is lekker relaxed. Hij wou ook geen broek aan, hij heeft een beetje buikpijn. Dus dan laten we hem lekker maar rust. Was ze leuk naar de winkel? Ik heb hem toen hij thuis kwam net een kroepboekje gegeven. Was ze leuk? Ja? Zit je er lekker bij? Een beetje hangen, hè? Papi jou eruit halen. Een Sammetje ligt daar. Nou. Luilak. Ik heb hem al 6 keer goed gezet. Ja, hij gaat elke keer zo zitten. Is toch ook erg hier, hè? Hier een scherm, daar een scherm voetbal en daar een scherm met Formule 1. En ik ben de fles aan het geven. En hij is ook nog de fles aan het geven. Nou, echt serieus. Maar ik ben eten aan het koken, bijna klaar al. We eten aardappels, vlees en rode kool met jus. Dus dan ga ik even voor de kindjes onder elkaar zetten. En natuurlijk... voor manlief en voor mezelf ook een bord op scheppen. En dit is onze tafelsetting altijd, hè. Niels die geeft Jordi eten. Ik geef Liam eten. En het gaat keigoed. En zelfs Sam zit erbij. Yay! Sammy zit erbij. Goed zo! En na het avondeten doen we lekker... Toetje eten! Dat gaat er altijd wel in bij die twee. Hè, dat vind je lekker, hè, Toetje? Lekker! Hij is zo blij. Lekker, lekker! Jullie ook, hè, lekker toetje eten. En papa. Toetie toetie. Nee. Papa, ik denk dat iemand hier naar zijn nest moet. Want die luistert niet. Nee, Liam. Nee, Liam. Nee. Praat jou na, ja. Nee.
Nee. Maar ja. Nee. Liam ligt lekker op bed. Nou, Jordi heeft net het flesje gehad. Die is nog even aan het spelen in de box en dan gaat hij zo naar bed. Nou gaan we het stemmetje wakker maken. Maar die wil niet wakker worden. Ik doe net of ik jou niet hoor, papa. Sam. Hey. Hallo. Ik heb de was gedaan en ben mijn calciumtablet aan het eten. Ik kom beneden en ik zie dit. Ik ga een flesje maken voor Sam. En dan ga ik die twee heren naar bed sturen. Honger. Niels is weer ontwaakt. Dus die filmt mij eventjes. Ik ben ondertussen eventjes Sam de fles aan het geven. Als Sam daar klaar is, wat gaan we dan doen, papa? Slapen. Yes. Dus bij deze gaan we deze ups en dan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.